Freek de jongen kreeg vorig jaar te maken met ernstige gezondheidsproblemen. De cabaretier, die in augustus 80 jaar wordt, kreeg de diagnose kanker. Hij deelde dit nieuws woensdagavond in het programma Overleven van Omroep Hume. De aanleiding voor het onderzoek was initieel gerelateerd aan prostaatproblemen, maar al snel bleek dat het geen prostaatkanker betrof, maar een andere zorgwekkende kwestie, de gezwel op zijn maagwand. De uroloog, die het gezwel ontdekte, was geschokt door de bevindingen. Gelukkig kon Freek de jongen geopereerd worden aan dit gezwelletje. Ondanks de serieuze aard van de operatie, leek Freek niet bang te zijn voor de uitkomst ervan. Hij reflecteerde openlijk in het programma over zijn visie op leven en dood, waarbij hij zijn kwetsbaarheid na de operatie benadrukte. Het is onze hoogmoed om maar door te willen leven, merkte hij op, eraan toevoegend dat zijn bewustzijn van sterfelijkheid is toegenomen. Recentelijk had Vreek de Jonge ook een blackout tijdens een voorstelling in Theater de Lamar, een ervaring die zijn collega Joep van het Hek onlangs ook doormaakte. Hij vertelde hoe hij tijdens de voorstelling de draad volledig kwijtraakte, terwijl het publiek de verwarring mogelijk niet opmerkte. Zijn vrouw Hella, aanwezig in de zaal, merkte al snel dat er iets mis was toen hij haar vroeg waar hij was. Desondanks heeft Vreek de Jonge de voorstelling toch weten af te maken, omdat hij als komiek streeft naar controle over de situatie, met zijn humor als uitweg. Voor zijn terugkeer naar het podium deelde hij een kort moment met zijn vrouw, die hem steunde in zijn overtuiging om door te gaan.